En hoeveel minuten heb ik? 5. Ja, dat is wel belangrijk. Goede vraag trouwens. Ja, dat is, dat is mijn held. Niemand kent hem, hè? Ja, kijk, deze man heeft zijn PR wat minder in orde gehad dan de volgende. Die heeft burgemeester Scholten te bereid gevonden om voor hem te pitchen. Maar dit is Tellegen. En Tellegen staat gewoon bekend als een harde werker. Een sociaal-liberaal in hart en nieren. En Arnhem heeft het geluk gehad om 10 jaar Tellegen te mogen rekenen tot haar directeur gemeente werken. En in die korte tijd heeft hij verschrikkelijk veel gedaan. Hij heeft de rioleringsplannen, die overigens voorbereid waren door Lindo, die heeft hij met kracht en heel veel kracht doorgevoerd. Want het was ook heel erg hard nodig. Maar hij heeft ook Klarendal gesaneerd. 30 jaar nadat de eerste woningen in de buurt van de Peterbuurten werden gebouwd, werden ze alweer gesloopt. En daarom heb je politieke en bestuurlijke durf bij nodig, maar vooral een hele goede ambtelijke ondersteuning. En ik was natuurlijk ook ooit ambtenaar van de gemeente Arnhem, dus ik weet hoe moeilijk dat kan zijn. Hij heeft Klarendal gesaneerd en rond Klarendal is het een heel grappig verhaal. Toen de eerste woningen werden aangekocht en dichtgeplankt, toen stegen de huren in Arnhem met een veelvoud, waardoor allerlei gezinnen op straat kwamen te staan. En Arnhem heeft waarschijnlijk de eerste krakers van Nederland gehad, want die huizen werden gewoon weer opengebroken door de bewoners. En die gingen daar weer wonen. En zijn inzicht was ook van, hij heeft dus ook aan de voet gestaan van van openbaar belang, dat is de woningstichting die op Klarendal ging bouwen. Hij zat in het bestuur, hij was medeontwerper voor het stedenbouwkundig plan. En hij kwam er tot de gedachte van, maar we moeten eerst die huren naar beneden krijgen, anders krijgen we die huizen nooit vrij. Het hebben ze in het diepste geheim, openbaar belang, hij als medebestuurder terreinen op Lombok gekocht. En diezelfde huisjes die op Lombok staan, die staan ook in Klarendal. Eerst moesten de huren naar beneden. En dat inzicht had hij. Misschien het allerbelangrijkste wat hij gedaan heeft, dat is het bestuur van Arnhem zien te overtuigen dat Sonsbeek moest worden gekocht. Zonder Tellegen geen Sonsbeek. En zonder Sonsbeek zaten we hier niet. Ja, dus dankzij deze man zit u hier misschien wel. Na zijn Arnhemse tijd, werd hier min of meer wel gespot door een andere grote gemeente. Hij ging naar Amsterdam. Hij is daar directeur bouw- en woontoezicht geworden. En heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van de modelbouwverordening die de kwaliteit van huizen en gebouwen over de heel Nederland regelde. Daar heeft hij voor gezorgd. Warm pleit bezorgen. En samen met Wieboud, toen was hij al burgemeester van Amsterdam. Kijk, burgemeester van Amsterdam is deze man geworden. Samen met Wieboud heeft hij het begin gemaakt van wat we nu zien als de ring van 2040 rond de oude binnenstad. De Amsterdamse school. En dat kon eigenlijk alleen maar doordat hij inzag dat je iets moest doen met grondprijzen. De erfpacht heeft hij samen met Wieboud daarvoor uitgevonden. Waardoor de grondprijzen laag bleven en veel geld kon gaan naar de bouw van woningen. Hij is in het harnas gestorven, dat vind ik ook wel mooi. 1921 overlijdt hij, dan nog steeds in dienst als burgemeester van Amsterdam. Tellegen, mijn man, mijn held. Dankjewel Wim Lavoie.